We beginnen met een inleiding van de regionale Washington. De vitale gemeentesecretaris van Borden. Niet alleen de gemeentesecretaris van Borden, maar tegelijkertijd ook al die hoedanigheid de vanmiddag hier. Coördinerend secretaris IT namens de team van Twentse gemeentesecretaris. Dus wat mij betreft, Gert-Jan, goed dag dan. Trap ik hem af. Dat doe ik heel graag, omdat samenwerking binnen Twente, samenwerking met de omgeving, samenwerking met maatschappelijke partners, dat is een van de drijfveren waarom ik het werken als gemeentesecretaris zo leuk vind. En als je dan hebt over samenwerking en waarom zijn we hier nu vandaag bij elkaar om straks getuige te zijn van een mooie demonstratie als het gaat over Twente Cloud, toepassingsmogelijkheden daarvoor, hoe kunnen we die samenwerking in Twente versterken en verbeteren, dan moeten we in feite teruggaan naar toch alweer een aantal jaren geleden, toen we in Zenderen, ook onderdeel van deze mooie gemeente, zeg maar eventjes qua PR, Zenderen hebben we een samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten. Het communiqué van Zenderen is dat toen gaan heten. En daar zaten eigenlijk twee pijlers in. En één dat ging over werken voor de Twentse overheid. Hoe kunnen wij nou als medewerkers van die Twentse overheid, van die Twentse gemeenten, de samenwerking met elkaar versterken? En het andere spoor was een informatiehuishouding zonder belemmering. Hoe kunnen wij nou op, en dan heb ik het over 2011-2012, waar toen al helder was van ja, dat informatievraagstuk, dat gaat een heel groot vraagstuk worden voor die gemeenten. Hoe kunnen we nu ook daar op dat gebied de samenwerking met elkaar versterken? Dus die twee pijlers zijn de draagkracht eigenlijk geworden onder die Twentse samenwerking. Dank voor jullie aanwezigheid en ik hoop op een mooie middag. Gefeliciteerd met deze stap die gezet is. En ik kijk nu al met belangstelling vooruit naar de volgende stappen op die IT-samenwerking richting die informatiehuishouding in Twente zonder belemmeringen. En ik dank jullie voor de aandacht. Dank jullie wel. Dan dank voor deze mooie en enthousiaste inleiding. Je klinkt als een deskundige. Dus als je daar behoorlijk in verdient. Maar we gaan nu naar de deskundigheid van een tweede orde. Harold, ik begrijp dat jij iets gaat vertellen over de techniek die je erachter schuilt. Ja. Dat gaan we met elkaar ervaren, zou ik maar zeggen. Welkom, ja. Harold Snipper, ICT-architect bij de gemeente Enschede. Sinds eigenlijk wel twee jaar. Ook eerst als betonnie, maar daarna gewoon met de techneut. Hebben we geprobeerd om de technische samenwerking tussen alle applicaties van de Twentse gemeenten te realiseren. Deze presentatie is oorspronkelijk uit december 2016. We hadden toen al een status voor ogen. De proof of concept was aangekondigd, financiën geregeld, allemaal mensen mochten uren aan spijkeren. En toen we er steeds dichterbij kwamen, bleek dat er toch nog technische hobbels waren die bijvoorbeeld, ja niet door ons, maar door bijvoorbeeld een firmware of een ziektes moesten worden opgelost. En dat zijn dat duurde maanden, een half jaar, een jaar. Dus vandaar dat we op 17 november vorig jaar een concreet eindresultaat hebben bereikt dat we bij elkaar desktops konden inloggen. En daar ga ik zoiets over vertellen. Maar de presentatie is dus al zo oud. Ik heb hem gemodificeerd, dus soms staat het eerst gerealiseerd en staat bij onze streep. Waar in het begin, we hebben eigenlijk wel weken gedaan over het definiëren van een doel. Wat willen we nu bereiken met het samenwerken in Twente? Hoe willen we de desktops aan gaan bieden? Er staan twee ingewikkelde zinnen. Het kunnen starten van een legacy applicatie bij een andere gemeente en het aanbieden van een eventueel centraal gehoste web-enabled applicatie. Web-enabled is wat iedereen kent. Je start je browser, je hebt een applicatie daarin, een Google, een Gmail, een Volkskrant app, dat soort dingen. Dat is eigenlijk nu al mainstream. Daarmee kun je heel makkelijk autorisatie regelen. Maar we zijn in gemeenteland vanuit Centric of Pinkrokade of welke ook, heel veel oude type applicaties, die hebben gewoon een executable, die moet gestart worden. Die heeft een document management systeem aan de achterkant nodig, die is juridisch nodig, dat het op een NAS staat en dat die data in het archief werd is opgenomen. Dat zijn applicaties die kun je niet heel makkelijk bij web nemen ontsluiten. Dat zijn applicaties die een eigen applicatie op je desktop draaien. Dat zijn juist de applicaties waarbij het moeilijkste is om van elkaar gegevens gebruik te maken. De nieuwere wetse web-enabled applicaties zitten in de browser, daar zijn heel veel technieken voor. Met oude applicaties, dat is het grootste probleem. Daar moesten we iets voor vinden. Daar hebben we nog geprobeerd. Ik heb hier een washi-tobi.
wordt wel zo gesproken, maar ik heb ze werken. Als je met GPT werkt, heb je dit ook weer nodig. Hengelo, Oldenzaal, Enschede. Die zijn allemaal verschillend. Nu, als je bij Hengelo inlogt, dan begin je met HGL en je personeelsnummer. Als je bij Enschede inlogt vroeger, was je eerst burger algemene zaken, daarna de eerste vier letters van je achternaam. Ik ben Bas Snip. Maar bij een nieuwe gebruiker, bij de eerste zes van je achternaam, dus je voorletter. Dus al die gebruikersaccounten, policies, het wachtwoord in Hengelo verloopt na 60 dagen. Ze hebben een andere policy. Bij ons na 90 dagen. Dus als je ergens moet inloggen, en je doet dat om de twee maanden, moet je elke keer overal je wachtwoord wijzen. Steeds met een ander token. Gegarandeerd ellende. Dat is gewoon niet bewezen gewoon in de praktijk, dat is gewoon de werking zo goed. Dus we willen geen extra token één keer inloggen. Binnen de bestaande infra, we willen niet in één keer dat iedereen naar een Novell-netwerk moet. Nee, we willen gewoon Windows inlog, Active Directory, Citrix en gelukkig van twee smaken en VMware. Dat zijn de smaken waarbinnen het moet gebeuren. Veilig en beheerbaar. Klinkt simpel, maar als ik elke keer moet inloggen via een webbrowser en mijn hele hebben houden, mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn username, paspoort, alles gewoon in een browser op internet slingen, ja, dan kan ik wel inloggen ergens anders, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus dat was in principe veilig en beheerbaar. En de park moest in de test omgeven. We weten zelf, tenminste als ICT bij Enschede, als je iets aanbiedt wat heel erg positief wordt ervaren, dan is de grens tussen test en productie heel klein. Want dan heb je een testomgeving, maar dan wordt er al wel productie gedraaid, want het is zo'n mooi product. Ja. Daar hebben we echt specifiek voor gekozen om dat niet te doen. Echt in de testomgeving, zodat je ook niet per ongeluk in productie kunt. Nou, de POC is dus het technisch realiseren starten van een legacy applicatie in de testomgeving, dus zonder echte gebruikers. En de pilot zou daarna komen. Dit is de traditionele manier van inloggen bij elkaar omgeving. Iedereen heeft een Active Directory, een Windows omgeving met waar de accounts in staan. En wil je dat delen met elkaar, dan zul je een touwtje moeten uitleggen naar die andere Active Directory. Nou, als we 14, 20 gemeentes hebben, dan moet je naar 13 een koppeling maken. Dan van 12 naar de rest, dit zijn er 4, dit wordt al een zooi, kun je aangeven met 14. Dat wil zeggen dat als ik inlog in Enschede, ik ook met dat account zou kunnen inloggen in Born. Maar iemand van Born kan dus ook bij een slecht beveiligde applicatie in Enschede, of in Helmond, of in Almelo. Dat is nogal een security risico. Dus elke keer wil je, dit is een traditionele manier van koppelen. Eigenlijk wil je dit dus gewoon niet, maar hoe koppel je dan wel? Nou, daar is iets anders voor bedacht. Eigenlijk wil je gewoon in plaats van elke keer hier hebben en houden over de lijn gooien, wil je gewoon, ik heb een hashtag voorgezet, dat is tegenwoordig weer wit. Ik wil alleen maar gewoon vertrouwde partner. Het is in orde. Ik ga naar een bepaalde website toe. Die hoeft helemaal niets van mij te weten, maar die verifieert gewoon bij een partij waarmee ik een afspraak heb gemaakt. Hé, iemand logt in, is dat in orde? Ja, en dan krijg je alleen terug, ja, is wel of niet in orde. En dat is natuurlijk de manier, dat heet in dit geval SAML, technische term. Daar zijn al voorbeelden van in de praktijk. Ik zal nog even de tekst verder uitleggen. Moderne applicaties, inloggen en heel goed controleren wie je bent. Dus multifactor, dat is van belang. Een multifactor wil zeggen, want je hebt een username, een password en een derde apparaat wat mijn identiteit bevestigt. Een username en password kan gestolen worden, kan ik een briefje zetten, maar als ik dat derde apparaat niet heb, zo'n token, kom ik nog niet. Verlies ik mijn token, heb ik nog steeds een username en password nodig. Dus het is bij elkaar, weet ik zeker dat die is, dat die zegt dat die is. Dus applicaties moet je vertrouwen afstemmen, daar vertel ik straks meer over, dat is met SAML te maken. Een web-based uitwisseling van autorisatie en applicatiegegevens. Ik hoef dus niet meer heel account over de lijn te gooien, maar ik hoef alleen maar aan te geven van, hey, ik log in bij Enschede en ik vraag van Hengelo, is het goed? Ja, hoef ik verder niks te weten, dat zegt Hengelo, het is goed, dan ga ik bij Enschede door. Dat zullen we straks zien. Bij legacy applicaties is natuurlijk uiteraard inloggen en heel goed controleren wie zegt dat je bent, maar je hebt daarnaast nog een AD-account nodig, een achterkant, je moet een document management systeem, het is een combinatie van oude technieken. Dat is heel lastig om dat via internet te ontsluiten. Dat zullen we straks ook zien. En de security is niet uitwisselbaar over internet. Anders zou ik een hele herhaling steeds over internet moeten zetten. En dat kan. Dat is veel gevaar. Dit is een voorbeeld van een gefedereerde applicatie. Ik wil inloggen bij de Volkskrant. Maar daar heb ik geen account. Ik kan een persgroep account aanmaken. Maar ik kan ook inloggen met een Facebook, Google of LinkedIn account. Als ik bijvoorbeeld een Google account heb. Volkskrant heeft helemaal niets met mijn account te maken, maar die heeft dan met Google de afspraak van, hey, als je een Google account hebt, jullie hebben de verificatie zo goed voor elkaar, dan vertrouwen wij jouw accounts ook.
Dus in plaats van dat je een extra account nog weer aan moet maken bij Volkskrant, bij de Parool, bij de Trouw, bij de NRC, NRD. Nee, je hebt een Google account. Je gaat naar de Volkskrant site en je klikt op de Google account. Je bent ingelogd met je Google, met je multifactor. En Volkskrant zegt van, het is goed, je mag erin. Je hebt geen extra account meer nodig. En dat is wat voor web-enabled applicaties nu echt wel de standaard moeten worden. Als ik bij Surfnet naar de bibliotheek van de universiteit wil, zegt hij van, u mag er niet bij, maar log eerst in bij de organisatie. Ik log in bij de Universiteit van Twente, Tilburg, whatever. Daarna ga ik naar de Surfnet bibliotheek, waar 25.000 studenten zijn aangesloten, en ik mag erbij. Dat wil zeggen dat Surfnet geen eigen account hoeft te onderhouden, alleen één keer met al die universiteiten een afspraak heeft gemaakt, op gebied van Federation en SAML, dat ik erbij mag. Dus dan log ik in, heb ik toegang daar. Dit is de techniek zoals Okta het plaatje heeft, is een beetje technisch van de aard en daar gaat Jos er iets meer over vertellen. Ja, want federatie is één ding, maar hetzelfde al is het met die legacy applicaties. Dus dat betekent dat voor sommige applicaties is het noodzakelijk dat je bestaat in de lokale Active Directory van de andere. En vaak lukt dat nog wel, door de telefoontjes links en rechts, maar als je nog uitdienst staat, dan blijft het account vaak heel veel geld. Dat is natuurlijk weer een security put. Dus naast de authenticatie hebben we eigenlijk ook moeten kijken naar de synchronisatie van de identities. En ik ga je niet te lang bij stilstaan, maar Okta is een clouddienst. We hebben eigenlijk een aantal omgevingen in de cloud neergezet. Dus dat hebben we gedaan voor Hengelo, voor Enschede. En daarboven zit de Twente Cloud. En je zou daar dus ook andere gemeentes bij kunnen zetten, zoals Borne, Oldenzaal, Helderborg, andere gemeentes die daar zouden participeren. Die haken eigenlijk eenvoudig aan de Twente Cloud. Doordat daar federatie wordt toegepast tussen die twee, kan daarna bijvoorbeeld Enschede eenvoudig via de Twente Cloud toegang krijgen tot Hengelo. Tot zover even deze toelichting gemaakt. Wat hebben we nu al voor elkaar? De status van de huidige proof of concept. Alle gebruikers en deelnemende gemeenten hebben een eigen systeem met multifactor authentication. Iedereen, Borne, Hengelo, Almelo, iedereen logt eigenlijk in met username en password en heeft een token infrastructuur. Dus als we elkaar op die manier gaan vertrouwen, dan weten we dat dus iedereen op een zekere manier, op een veilige manier, bij een eigen desktop kan. Dat is van belang. Want als je naar doorlogt naar de andere desktop van de gemeente, moet je er kunnen vertrouwen dat dat veilig is gebeurd. Niet dat je met een heel gewikkelde manier bij Enschede terechtkomt, dat ik met username en password gecast in mijn browser gewoon bij een desktop in Hengelo terecht kan. Dat is niet goed. Dus dat hebben we nu voor elkaar. Het aanmaken van accounts bij andere gemeenten is voor elkaar. Dus op het moment dat ik een eigen account heb bij Enschede, maar ik moet daarna bij Spit van Hengelo, en ik ga deze pok meedoen, dan is het mogelijk om mijn account gewoon in Hengelo neer te zetten en zij geven mij naar weg op die Spit omgeving. Dat is gewoon voor elkaar, op een veilige manier. Het aanbieden van centrale webapplicaties is nu al mogelijk. Als ik inlog met BasNet, met mijn username password token, dan kan ik via mijn eigen, en ik klik door naar de laptopportal waar ik niet opnieuw moet inloggen, automatisch, kan ik al Salesforce, Office 365, Box, kan ik al heel veel applicaties. Dus webapplicaties zijn nu al mogelijk. Dus ik kan nu al op een centraal geregistreerde webapplicatie, die we met z'n allen zouden gaan uitrollen, heb ik al rechten, ze moeten wij willen natuurlijk, om een account in Hengelo, Almelo, Enschede, Borne, Helmdoorn, whatever. Die kan ik me al toegang geven, daarmee kan ik al third-party webapplicaties ontsluiten. Toen kwam de moeilijkheid, maar nu willen we die legacy applicaties. Nu willen we een Squid, of in dit geval Smart Documents, of Corsa. Dat is toevallig nu weer beneden geworden, maar de oude versie van Corsa was echt nog een applicatie die moest in een desktop draaien, anders deed het gewoon niet. Bij VMware View is dat eigenlijk nog steeds niet goed mogelijk om vanuit een andere omgeving naar VMware View te federeren. Dat is gedaan met een truc, daar heeft ook tijdje voor bedacht, nu kan het wel. En we hebben een gezamenlijke netwerk tussen alle gemeentes, de Radio Ring, daar hebben we ook een truc mee uitgehaald, waar het werkt. Dus je moet op die Radio Ring zitten, en dat zit er dan nu allemaal. Vanuit Citrix werkt het in de oude versie 6.5 wel met federatie, maar dat hebben ze naar stuk gemaakt. Toen zaten wij 7.6 met dit niet meer. Toen dachten ze van ja, grote techniek gaan we niet meer doen. En toen ging het een start krijgen en toen hebben ze vanaf versie 7.9 hebben ze het toch weer aangezet. En wij zijn op 7.12, want dat was
het wachten op. We moesten onze hele Citrix Farm updaten naar de 4.12, omdat het anders niet ging werken. Daar heeft een gedeelte van de vertraging in gezet. Dat is nu klaar. Dus we kunnen nu de hele federatietechniek toepassen op toegang tot Citrix of VMware. Dat zijn gewoon alle smaken die we hier kunnen draaien. Dus we kunnen nu van de ene desktop autoriseren, doorklikken naar de desktop van een andere gemeente. Hoe ziet het eruit? De gebruiker logt in op zijn eigen desktop, eigen multifactor, net zoals altijd. Daar veranderen dus niets aan. Er hoeven geen accounts te veranderen te worden, helemaal niets. Iedereen heeft zijn eigen smaak, zijn eigen username, password, policy, dat soort dingen. Dus voorlopig, als je gaat samenwerken, is het heel moeilijk om als je in één keer een gezamenlijke werkwijze moet afstemmen. Dat hoeft niet. Daarna komt de volgende stap. Daarna klik je door naar de Okta portal. Daar is een soort van federation al gemaakt. Die is ook automatisch. Je klikt op een icoontje in je eigen portal, of dat je VMware is of onder Citrix. Je komt in de Okta portal terecht en vanaf daar klik je op het icoontje van desktop borne, in ieder geval desktop Hengelo, applicatie bij Enschede. Dat kan, daar werkt niet op. Dus je kunt nu gewoon de lijst met applicaties zien die door een andere gemeente worden aangeboden. De autorisaties worden natuurlijk wel door de gemeente aangeboden waar jij die applicaties afneemt. We kunnen wel zeggen, maar we gaan naar die Okta Cloud en daarna maak ik switch dat in Hengelo. Nee, ik bied wel een account aan de kant, maar daarna moet er ineens nog iemand opdracht geven en het werkelijk recht aan geven. Je moet wel toegang krijgen om een U-schijf te kunnen schrijven of een DMS dingen weg te mogen schrijven. We kunnen vanuit Hengelo wel een account aanmaken. En daarna zet ik een bepaalde map, zeg ik tegen René van, die hebt een user aangeboden gekregen, nou dan zet hij daar de recht op, dus de gebruiker is gewoon helemaal deshengeloos. En daarna is ook alles gewoon op die manier geregeld. Nou, en schreef precies hetzelfde, eigen desktop, los applicaties, automatisch in op Okta portal werkt. En we krijgen een icoontje naar Gimme View in Hengelo. Kijk op, er zit wel onderhuis een truc in over die regio ring. Via internet mag het niet, werkt het niet. Maar dat is nu op dit moment, omdat we toch allemaal de regio ring hebben, werkt dat. Ga ik straks nog laten zien. Volgens de techneut, uit de overpresentatie stond dat dit gaat werken. We waren heel positief. Nee, streepje hoor. Dit werkt sinds 17 november. We hebben het gewoon voor elkaar. Dat is wel een beetje gepieuwd, maar het werkt. En er zijn werkbare scenario's beschikbaar voor VMware View en Citrix. Dat zijn de enige smaken die we in Twente draaien, qua desktop aanbieden. Dus we kunnen in principe alle gemeentes met applicaties met elkaar laten meepraten. Eigen identity management en je kunt in principe altijd het zo inrichten. Een applicatie staat erbij in willekeurig een andere gemeente. De ervaring zijn we beschreven, we zijn 2 jaar bezig. We hadden uiteindelijk 6 scenario's waar we dingen voor elkaar moesten maken. We moesten allemaal afpellen, wat gaat er wel niet werken? Ja, dan werkt er ook vaak de dingen niet. Of dan denk je, ja, VMware View, praat Samuel, wat is dat nou dat hij wel of niet moet? Kijk, dat zijn oude versie praten, waar we een eigen truc erop hebben gedaan, waardoor het weer niet werkt. Je moet diep in de krochten van alle documentatie en de communities terechtkomen om uiteindelijk te ontdekken waarom het wel of niet werkt. En dan wachten we op nieuwe versies, dan werkt het wel, testen. Veel notities geschreven en verzameld. Overeenstemming tussen de techneuten van Hengelo, Enschede, Okta, externe consultant over uitwerkende technische details. Ja, en de techniek natuurlijk werkt voor alle gemeentes. We hebben natuurlijk een aantal debakels meegemaakt met betrekking tot IBO, met Twente bedrijven, dat soort dingen, dat de samenwerking niet ontplofte. En tot onze verrassing, of eigenlijk ja, als bevestiging, we kennen elkaar nu eigenlijk best goed en we schijnen heel goed te kunnen samenwerken. Ja, het is toch positief, je komt naar Hengelo, je gaat naar Enschede, het is gewoon... Uiteindelijk, je kijkt elkaar een beetje vreemd aan, want ze hebben natuurlijk andere smaken, andere policies, maar uiteindelijk als je elkaar op de werkvloer tegenkomt, ontstaan er dingen als dat je er gezamenlijk gaat doen. En dan krijg je dus gewoon, ja, ik vond echt de samenwerking zeer positief. En we hebben nu uiteindelijk, als het resultaat straks na de demo's gelukt is, dan zijn we klaar voor de aanbesteding om dit werkelijk in praktijk te gaan toepassen. Ik heb een verkeerde knopje gedrukt, ja, ik moet deze doen. De laatste gedeelte wat we nog moesten doen, nou, scenario's moeten niet meer te kiezen, is klaar. We moeten de POC aanleveren, aanbesteden en de POC pilot opleveren. Er blijven nog issues, die zijn er altijd natuurlijk. Een printing is een groot probleem. Op dit moment is het gewoon zo dat als ik print vanaf een desktop, dan moet ik eigenlijk rechtstreeks met die printer kunnen praten. Door Federation kan dat niet. Er zit gewoon een bepaalde laag tussen, waardoor ik niet rechtstreeks printers kan aansturen. Dus als ik een desktop heb in Enschede, dan kan ik niet printen zonder client op een desktop van, of een print van Hengelo. Daar is, ik kan een PDF maken, ik kan een export doen, ik kan een printjob ergens op een file share zetten, weet ik veel. Daar zijn wel dingen voor te bedenken, maar op dit moment is printing gewoon een punt.
Er zijn ook heel veel technieken die delen van dit project ook mogelijk gaan maken. Alleen, we hebben een aantal belangrijke partijen aan tafel gehad, bijvoorbeeld VMware. En die gingen ons even vertellen hoe wij moesten doen. Maar wij zaten zo in dat wij ze vragen gingen stellen, zeiden wij, ja, dat zit in de volgende release. Of dat moeten we staan op de roadmap. Ja, dat weet je wel, dat is niet meer een half jaar klaar. We zitten gewoon in de materie, al die partijen die hier aan werken, de opvolger van SAML is al klaar. Dus OpenID Connect, VMware View is SAML enabled, zodat die dit ook zou moeten kunnen. Maar praat alleen maar met VMware. Praat niet met Citrix, want ze hebben een eindproduct. Ja, waarom zouden ze dat breed gaan delen met Citrix? Terwijl ze een eigen product hebben waar ze hun voorrang aan kunnen verlenen. Dus ze kunnen het wel, maar ze doen het nog niet, snap de roadmap. VMware Workspace ONE zou, dat komt daar uit, die kunnen VMware servers met elkaar laten praten. Die praten eigenlijk niet met Citrix. Matrix 2042 is een nieuwe. Microsoft zegt het te kunnen, maar zitten ook nog in de beta-fase. We hebben heel veel whitepapers opgestuurd gekregen. Ja, die gaan we doen, staan op de roadmap. Is echt heel belangrijk en een goede vraag. Maar werkt nog niet. Pick Identity precies hetzelfde. Die kunnen wel het SAML enabled doen, maar ja, dat doen we niet. De uitrol van gebruikers bij een andere organisatie. Ja, dan moet je dat zelf weer gaan doen. Dat is weer een probleem dat nog opgelost moet worden. Dus is er leven naar de pilot? Is er belang bij samenwerking? Jazeker. Hoe gaan we dit invullen? Ja, al die partijen boven zeggen dat ze het kunnen. Op dit moment is er één die kan. Dat is Okta. Dan gaan we zo zien. En welke applicaties gaan we ontsluiten? Want in de 2 jaar dat we hier bezig zijn, was in het begin, daar gingen we gezamenlijke agenda's natuurlijk bedenken. Nou, dat is uiteindelijk, daar zouden we Swift gaan ontsluiten, maar die hebben een eigen cloudoplossing. We willen de RWD's gaan doen, die gaan ook weer hetzelfde doen. Jeugdzorg. Iedereen heeft een eigen, ja, in die 2 jaar hebben we steeds andere applicaties bij zien komen die we op een bepaalde manier aanbieden. Dat moet de politiek wijzen. Wij gaan straks bewijzen dat we elkaar desktop kunnen aanleren. Daarnaast gaan de politiek natuurlijk om te kijken van wat we ermee gaan doen. En dan gaan we, ja, dan zien we voor ons dat we meerdere mensen van verschillende gemeenten bij elkaar gaan zitten. Die gaan inloggen met een eigen account. Op elkaars applicaties, business alignment. Ja, dat is goed wat we allemaal willen. Deze slide is nieuw. En met deze geef ik het woord aan Joshua. Dankjewel. Wat we gaan doen is, we beginnen vanuit Enschede. Vanuit Enschede loggen we in met een testaccount en krijgen we toegang tot de omgeving in Hengelo. Dus ik ga je de gegevens invullen. En nadat ik in ben gelogd op de Enschede testomgeving, zoals je hierboven in kunt zien, staat hier nu 1 icoontje, dat is het applicatieportaal voor Hengelo. Maar zoals Harold al beschreef, kun je hier dus straks allerlei portalen krijgen of misschien wel directe links naar applicaties toe, zoals Office 365 of Salesforce. En door hierop te klikken zullen we zo meteen zien dat er gefedereerd wordt naar de Twente Cloud toe, want die zit daar altijd tussen. En vervolgens vanuit de Twente Cloud naar de omgeving van Hengelo. Daar wordt de applicatie VMware gestart en wordt middels die truc automatisch ingelogd. Dus dat zien we nu als eerste, de authenticatie naar de Twente Cloud, vanuit de Twente Cloud naar Hengelo, dan naar het applicatieportaal van Hengelo. En ik ben ingelogd. Dus voor de eindgebruiker is dit een redelijk vlotte ervaring. Vervolgens klik ik hier op mijn desktop. En zonder dat ik eigenlijk opnieuw een gebruikersnaam, wachtwoord of wat dan ook moest invullen, heb ik nu toegang tot de desktop in Hengelo. Kijk, daar is die. Dus ik heb nu die desktop. En vanuit hier kan ik dus zo'n legacy applicatie starten. Ook mooi. Even kijken. Dat was Squid XO. Dat kan ik nu starten. En als het goed is. En Squid XO is een single sign-on applicatie als zodanig geconfigureerd door de applicatie weer. Ja. Voor vergunningen en handhaving is deze applicatie dus op even aangeboden. Dus je ziet, ik ben al ingelogd hè, als deze gebruiker op die desktop, dus ja, het logisch dat het werkt. Maar we laten ook even zien aan de hand van de applicatie dat het ook daadwerkelijk in die applicatie gewoon werkt. En dat ik daar dus nu als die Ens Okta test gebruiker in zit en toegang heb. Hè, dus geen tokens, geen wachtwoorden. Kunnen we samenvatten? We hebben een Enschede account gemaakt. Wel in een plek die ook bekend is bij de Okta omgeving, maar een Enschede account met een Enschede voorwaarden, Enschede token, Enschede password policy. Manuel is ingelogd met zijn account, klikt in zijn Citrix desktop op een Okta-icoontje, krijgt daarna automatisch de portal van Hengelo zonder opnieuw inloggen.
klik op de desktop en kan nu ook werkelijk een legacy applicatie starten met een account dat in Enschede oorspronkelijk gemaakt is, maar waar een nederrecht aan heeft gegeven dat die applicatie ook kan starten in Hengelo. Dus we gaan straks zien dat als we dat weghalen, dat we niet meer doen. Want als Hans zou in Enschede zou die op dienst gaan, dan blijft het account in Hengelo tot de lengte van dagen staan in de oude structuur. Dat is niet zo, we hebben nu gewoon, trek straks eigenlijk een stekker uit, dan naar je CUG, dan doet het dit niet meer. Maar het is vanuit Enschede geïnitieerd en Hengelo heeft er de recht op gezet en nu kunnen ze van Enschede en Hengelo zijn desktop staan. We laten nu even de flow andersom zien, dat zal René doen. Dan kun jij zien wat... Ja. Je mag het, ja, dus René die is nu ingelogd op zijn eigen desktop in AGL op dat test gebruiken in Hengelo. Die zit op internet en hij gaat weer naar de tentenklant. Dus je ziet nu het platform automatisch inloggen op de omgeving van Hengelo, die zit een logo bovenin. En als we nemen zo klikken op die netscaler, dan zie je wederom de flow naar de tentenklant toe, naar de tentenklant naar Enschede. En vervolgens via federatie toegang tot de Citrix-omgeving. En als hij naar de apps toe gaat, kan hij daar de applicatie tegen starten. En dit is inderdaad, zoals u net vroeg, niet de hele desktop, dit is echt application streaming. Dus dat zien we gebeuren, dat de client wordt gestart. En je ziet dus ook boven in beeld de URL op een Enschede staat. Dus hij is vanuit zijn Hengelo omgeving, echt toegang tot de omgeving in Enschede, zonder wachtwoord. Dus er zelfs ook nog een naam deze is Hengelo gemaakt. Dus dit is een Hengelo's account dat via de Okta ook bij een Enschede terecht komt, maar Hengelo's password policy, hij is met zijn token op zijn desktop ingelogd in Hengelo en klikt ernaar door op, naar een applicatie die in dit geval Enschede laat. Ja, maar er is wel iets van, iets in het AD, in het AD. Aan de achterkant wordt het account wordt wat in Hengelo is aangemaakt, wordt door Okta via meerdere stappen in een Enschede directory gezet. Dat is helemaal kaal, daar kan helemaal niks. Nee, nou, daarna doen wij nog een actie, doen Manuel een actie, of wie dan ook. En daarna wordt de recht aan toegekoppeld om in Tim Enterprise dingen te mogen inloggen. Dus dit waren de flows die wij vandaag willen laten zien. En als er vragen zijn, dan beantwoorden we die met veel plezier. Dank jullie wel, het was indrukwekkend. Nieuwe ontwikkelingen brengen volgens mij ook nieuwe woorden met zich mee. Ik moet aan een aantal woorden nog wel wennen als gebruiker, als leek. Maar jullie hebben denk ik een behoorlijke effort geleverd om ons duidelijk te laten zien hoe dit zou kunnen werken. Ja. Het geeft mij wel het gevoel van een soort van ei van Columbus. Hè? Want we hebben altijd gedacht hoe komen we tot een gezamenlijke informatievoorziening. Dat ik tegelijkertijd niet tegen de tijd van afzonderlijke rekencentra in stand te houden. En volgens mij is dit ik noem maar even een ei van Columbus. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, maar ik zie het zo. Nogmaals, zeer bedankt. Het is impressant. Het is indrukwekkend. Ik nodig jullie nu uit om nog wat na te praten. Onder het genot van een kopje thee. En we hebben een heel stoel. Dank jullie wel.